Hoi, ik ben Cynthia. En ik ben Erwin. En dit is Hoop, ergens. En wij zijn Straying Around. Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. We zijn in het Bergerbos. Ik zal jullie het even laten zien. Nou staat de route hier niet op. Dit is het Bergerbos in Beek. Zeddam. Montferland. En weet je nog die andere vlog in het Bergenbos dat ik zei, hé, kijk, toppenroute. Welke gek gaat nou de toppenroute lopen? Dat zijn wij vandaag. We gaan 12 kilometer toppenroute etappe Zeddam doen. Dus dan moeten we de toppenroute bordjes volgen die ik jullie zo laat zien. Hoop je heeft er alweer zin in. Dus we gaan. Kijk jongens, deze bordjes moeten we volgen. En dan heb je dus knooppunten en we gaan dus nu naar 3 lopen. Dus we gaan die kant op, de weg over, richting Zeddam. Ja, hè? Ja, denk het wel, als ik het zo begrijp. Maar het wordt een uitdaging, deze. Daarom, je begint bij... Kunnen jullie het lezen? De route start hier en gaat richting Zeddam, toch? Ja, ja oké, dus we gaan de weg over. En de torenmolen, je ziet er ja, molen. Die molen. De molen zit daar. Ja. Oké, we gaan. Kijk eens, wat een mooi uitzicht. Heel ver, hè? Wijd. Even, zien we daar nou die toren of niet? Nee, die zat daar niet, hè? Nee. Prachtig. Hoop begint alweer te rollen. We lopen nu, als je goed kijkt, naar de molen toe. Dus ik ben benieuwd. Ja. We hebben beeld. Sorry jongens, maar ik had net een heel raar beeld. Kijk jongens. Of en meiden, moet ik zeggen. En iedereen, gewoon kijk eens allemaal. Hier een heel duidelijk bordje. We zijn nu bij de molen. Kan ik overhoop heen? Ja, over de lijn heen. Kijk eens hoe mooi. De kerktoren. En dan lopen we deze kant op. Ja, staat goed aangegeven. Hoop ik. Oh jongens, Liberation Route ligt hier ook. Even kijken, dit is herdenkingsplek denk ik voor de Tweede Wereldoorlog dan. Kunnen jullie het zo lezen? Kijk jongens, dit was de paasbult. Dat is ook een van de... Je kan ook een Liberation Route lopen trouwens. Inderdaad. Een van de plekken die je aandoet. Ja. Kijk, nog steeds goed aangegeven. Gewoon de bordjes volgen. We gaan nu door Zeddam heen. Aan de achterkant van de molen langs. Ja, echt een mooi ding. Kijk eens wat een mooi wijd uitzicht joh. Echt hè? Ja, het is echt mooi. We liepen even door het stadje, een klein stukje. Ja. Nu gaan we zo het bos weer in. En dit was de Kraamskuil of zoiets. Ja. Dan gaan we daar het bos weer in zo. En je kan dus ook, dat jullie het weten, de R-nummers volgen. Dat zijn dus de knooppunten. Die staan op het kaartje op de website ja. Van... die link zet ik hier nog wel in. Weet ik even niet meer. We beginnen met een R allemaal. Ja. R62 hadden we daar. Nu gaan we naar R80. Ik zal de website nog wel eventjes hier erin plaatsen. Dan kunnen jullie het kaartje ook bekijken. Je wandelen voor gevorderden. Ja. Kijk, ze goed bewegwijzend hoor. Wat die paarse voet is, weet ik niet. Maar volg deze. Ja, wij zeggen het is wandelen voor de iets gevorderde wandelaar. Je hebt nog gevorderder natuurlijk dat je op GPS loopt. Maar je moet hier ook de knooppunten aanhouden en... Kijk dan. Maar ik vind hem goed bewegwijzerd ook op de paaltjes al hoor. Alleen je moet even weten waar je moet beginnen. Omdat daar kon je meerdere kanten op. Dus dan moet je wel weten dat je knooppunt 1 staat en naar 3 gaat. Naar 3 moet, ja. Ja. Ja, de bankje snap ik wel. Dat snap ik wel, hè? Wauw, het is zo mooi glooiend ook. Ja. Ik ben niet van de weilanden, maar zo glooiend. Prachtig. Dit zou Engels aan. Of ja, hè? Dat vind ik ook altijd. Behalve die windmolens, dat is weer typisch Duits daar. Dat is volgens mij de Duitse grens. Ja. Hebben ze hem expres daar neer. Duitse grens met windmolens afgezet.
We zitten natuurlijk weer vlak bij de Duitse grens. Van die kant op kijken. Maar het is prachtig. Het is wel een mooi plaatsje om in te wonen volgens mij, Zaandam. Ze ziet alweer een plas hoor. Kijk hoe enthousiast ze is. Er zit niet eens water aan. Ja, een beetje. Oh, die komt weer met zwarte sokken uit. Maar ja, we zijn... Zie je, er zit wel water in. Maar ja, we zijn pas aan het begin, dus laten we maar doen. Kijk, nog steeds goed aangegeven, heel fijn. Nou zijn we echt lekker in het bos. Tip is wel, als je deze door de week kan lopen, loop hem door de week. Want er lopen heel veel ATB, MTB paden door. We zien veel paardenhoeven. Dus het is recreëren voor alles en iedereen. Dus het zal wel druk zijn het weekend, denk ik. Maar daar hebben wij gelukkig geen last van. Nee. Nou merk ik wel dat het wat drukker gebied is, dat wel. Maar dan nog is dat te verwaarlozen. Daar is ze weer. De zwijnmodus. In de stad wilden ze namelijk, gisteren regende het heel erg. En dan moest ik uitlaten in de stad. En wat doet mevrouwtje dan? Ik wil nergens snuffelen, want alles is vies blubber. Kunnen jullie het geloven? Als je dat nu hier ziet. Ik ga dat echt nog een keertje ook voor jullie filmen in de stad. Want niemand die mij gelooft. Want je ziet alleen maar dit. Ja, en in de stad loopt ze echt diva-modus. Dan geloven jullie natuurlijk allemaal niet. Oh, kijk, zo'n mooie boslaan. Prachtig, hé. Dan hopen we allemaal die zijpaardjes in. Die ruiken natuurlijk spannend qua dieren. De volgende pad ook. De volgende vieze baggerplas. Het mooie van dit soort bossen is dat je heel afwisselend hebt. Hè? Je ziet daar een loofboom. Daar krijg je weer dennen. Daar hele grote dennen. En heel stil ook. Het valt me mee dat je de weg niet hoort. We zitten ver genoeg van de A12 af. Hè? En een bordje, kijk. Nou kan ik jullie het R-knooppunt laten zien. De R80. En dat zijn dus elke keer keuzepunten. Dus zo kan je ook beslissen hoe lang je hem eigenlijk wil lopen. En we moeten dus naar links. Kijk, hier staan ze ook allemaal op trouwens. Ja, R57, R30 en R29. R30, die staat erop, ja. Ja, die kant. Deze. Zo kan je ook lopen. Mooi, dus je kan ook echt op knooppunten lopen. Ik vind hem heel goed bewegwijzer. Dus we zeggen wel voor gevorderden, maar als je gewoon een beetje goed... Een beetje logisch loopt. Ja, dan is het heel goed te doen. Wat een prachtig bospad al, hè? Oeh. Het is wel weer de periode van de mugjes. Ging even door een mugjesveld heen. Kijk dan, zo groen. En helemaal niemand. Geweldig. Volgens mij is dit voor water. Je hoort duidelijk een pomp of zo erin zitten, want je hoort echt een lage bron. Halen ze dan hier grondwater vandaan of zo? Ja. Hier zo weer eentje. Oh, en een huisje. Hm? Elektriciteithuisje. En het grappige is, ik herken dit. Je hebt hier namelijk ook de Hoogbekermark route lopen van 7,5. En die loopt zo rechtdoor hier zo inderdaad, de rode wandeling. Dus dan loop je hier zo omhoog en dan kom je op een heel hoog punt. En we zijn nu op keuzepunt 30 en volgens het bordje moeten we naar het uitzichtpunt daarheen. Hoe kom je daar vandaan? Heb je daar een parkeerplaats? Grappig. Moeten we naar 42? Oh nee, sorry, 38. Ik wou zeggen 38 staat rechtdoor. Hey. Oh, hoop gaat off the road. Hoop gaat off the road. Hoop. Hoop. Knooppunt te volgen. Knooppunt te volgen, hè? Ja. Het is toch wat? Cool. Dat kan je niet maken ook. Dan gaat ze rollen hoor, let op. Ja. Zie je gewoon. Dat zou ik wel doen. Oh, het is echt vals omhoog hier. Nou, het is niet vals. Het gaat gewoon vrij stijl. Ja, zie je nou natuurlijk ook de toppenroute, hè? Welke gek doet die bij? Hoeveel toppen? 6 volgens mij, of 7. 7 toppen? Dit waren de meeste, deze etappen. Ja. Maar volgens mij rekenden ze die paasbult ook al mee. Die was maar 39. Dat was toch geen bult? Nou, dat was echt niks. Paasbult. Dat is gewoon alsof je de trap oploopt thuis. Ja. Niet eens. Nou, deze niet. Nou, hoop ik blijf wel gaan, hè? 4 pk aan de pootjes. Ja, ja. Ach, dan wil ik ook wel eens 4 pk.
Nou, een weekend werken wil mijn wijf niet zo vandaag. Nee, hè? En wat doen we? 12 kilometer. Voor de lol, omdat het leuk is. Oh. Nou, hebben we lol? Daar moet ik iets te lang over nadenken. Nee, het is gezond, wel... zeggen we dan. Het is prachtig. Gezond. Moet kijken. Mooi. Kijk uit voor de blubber. Dan gaat wel lekker weg. Ja, heerlijk, ja. Hopie, die heeft er geen last van. Nee. Die blijven gaan. Ja. Altijd leuk. Zo. Blijf zoeken op pad, maar ik heb het Is raak een klein beetje achterop, hè. Ja. Ga je mopperen? Hè? Gaat hij nog? Jij hebt 4 pk omhoog. 4 pk paarden, kracht, trek. Ik loop de helft. Ja, ze loopt jou gewoon omhoog. Ja. Maar volgens mij zijn we een soort van op de top nu. Ja, kijk, hier gaan we naar rechts. Nog hoger, of niet? Naar rechts gaan. Naar rechts. Klopt het, we kregen een heel scherpe bocht. Dat jij het kaartje gezien. Ja, richting 38 staat hier. Oh, hier staat weer een. Dit is weer een knooppunt. De Grootbekermarkt. Ja, zie je? Grootbekermarktroute. 3. Dus dit is de route 3. 86. Dat is bijna net zo hoog als de Amerongse berg van de andere vlog, als jullie die gezien hebben. Nou, ja. We zijn natuurlijk een beetje Oostenrijk en Zwitserland gewend. En... dan is dit allemaal heuveltjes, geen bergen. Maar ik moet zeggen, een Oostenrijkse berg zou ik nou niet kunnen handelen vandaag. Geen Oostenrijkse berg? Nee, dit is goed. Dus we gaan weer verder. En we gaan weer verder een stukje omhoog. Ik ben benieuwd hoe hoog deze is, want ik weet dat het nog best een hoge was inderdaad. Hier. Ik ben benieuwd. Zou je, Erwin? What goes up must come down. Dat zie je natuurlijk weer niet op beeld. Maar we gaan nu naar beneden. Is een klein beetje ook. Ja, ik vraag me dan ook weer af, gaan we dat dan dadelijk ook weer omhoog? Serieus, hè? Wie verzint dat? Ja, loop je helemaal omlaag, maar daar weer helemaal omhoog. Ja, het heet niet voor niks de toppenroute. Jij gekozen, jouw idee. Nou, ik wist dat je dat ging zeggen, dat is altijd. Nou, we gaan weer omhoog. Oké. Okay. Tip van de dag. Neem je goede conditie mee. Als je een toppenroute doet. Zelfs ik krijg het nu warm. Ja. Sorry voor mijn geheig. Zwaar weekend. Zwaar. Long technisch ook. Dus ik vind alweer heel wat dat ik weer 12 loop. Ja, ja. En dan nog een toppenroute. Toppenroute hoor. Hij is wel mooi. Ja. Oh, gaan we nog een klein stukje omhoog. Het zijn wel van die spannende paardjes. Kijk dan. We gaan nog verder omhoog. Volgens mij zitten we nu op het hoogste puntje. Oh, een bankje daar ook. Dan is dit weer een top. Over de top, jongens. Dat was een liedje toch? Of een spelprogramma? Ik weet het niet meer. Als iemand het weet, plaats het in de comments. Waar zijn we nu? Het heuvel. Kijk jongens. 92 meter. R42. Ja, zie je? Op 4. We zitten nu op de hoogste, denk ik. Er zijn 7, toch? 6 of 7 toppen deden we, maar dat wil niet zeggen dat we nog een hogere moeten. Nee, ja, dan hebben we nu 4. Dus we krijgen er nog 3. Oh, lachen dat je ook een code kan scannen. Zal ik dat voor jullie eens voor de grap proberen? Kijken wat je dan krijgt. Dat is slim, dat je, als je hier dan op gaat. Ja, ik heb 4G. Ja, ja. Ja, waar gaan we in? Nou, een Duitse website, of niet? Duitse website. .de. Ja, volgens mij heb ik geen bereik. Nou, dat heeft toch geen zin. Leuk verhaal. Lekker kort. Nog ik het ook. Nou ja, we hebben dezelfde provider, dus dat lijkt me stug. En mijn telefoon zit ook nog eens. Ik heb 4G, maar die werkt niet mee. Even kijken. Nee, hoeveel toppen deden we? Even kijken. Moet ik jou dan? Nee, maar je komt in ieder geval op bergbos.de. Waarom kom je op een Duitse website? We zitten toch nog in Nederland? Dat snap ik even niet zo. Ja, ik heb gewoon op ontvangst. Ja, ik ook, want de gewone website opent hier wel van de toppenroute.
Hoeveel gingen we er doen? 6 heuveltoppen. Nee, doen we. Dus we moeten er nog 2. Dames en heren. Appels en peren. Openen in andere. Ja. Oh, kijk, is kijk, dat kijk. Het? Ligt het aan de browser? Nee, gebeurt helemaal niks. Die, volgens mij werken ze niet meer. Nee, ik denk dat het is omdat het een Duitse site is. Dat hij misschien. Ik weet het niet. Die andere openen die net wel. Ja. Maar goed, we moeten nog 2 toppen dus. 3. 2. Oh, ik heb net even gecheckt. 6. Het zijn er 6. Oh, okay. Dus, let's go. Ik denk ook overigens voor de wandelliefhebbers onder ons. Maar ja, anders kijk je deze vlog niet, denk ik. Doe deze niet hartje zomer. Als je zoveel topjes gaat doen. Nou ja. Ik denk niet dat het lekker is. Of je moet het 's ochtends vroeg nog doen. Ja, het zal wel dichter zijn. Ja, dan zit er wel een bladerendek boven ons. Ja, wel dichter bos. Maar ik zou hem niet doen. Ik heb het nu al warm en het is maar 11 graden. Dus. Oh, volgens mij gaan we heel snel naar beneden weer. Dan ga ik jullie even uitzetten voordat jullie een rollende Cynthia. Zo, en dan weer omhoog, of niet? Holy moly, de volgende top. Nou jongens, ik zie jullie beneden. Nou, we zijn hier naar beneden gerold. Even goed kijken waar ik loop, want ik zie allemaal boomstronken. En we gaan weer rechtdoor omhoog. Maar deze lijkt wat minder stijl. Kijk uit als je dat zegt. Ja, is het heel stijl. Ik heb wel echt het serieus idee omdat we hier een wandeling hebben gelopen dat ik deze stukjes ken. Dat we volgens mij met deze bocht mee vanaf daar gekomen. Die heb je dus ook nog hier. Je hebt echt aardig wat routes hier lopen. Kijk, wat een mooi pad. Maar daar gaan we niet heen. We gaan die kant op. Ja, echt prachtig hier. Dus je kan er meerdere doen hoor. Ook als je 7,5, 5, 6, weet ik het. Er zijn er genoeg. Kijk maar jongens, de paal is bezaaid met routes. Zelfs een klompenpad loopt hier. Mocht je zonder hond zijn. We zitten dus op keuzepunt 42. En we gaan die kant op. En we staan wel op een topje, ja. Volgens mij heb je daar aan het eind echt mooi uitzicht. Ja. Maar dat gaan we zien. Nou, als iets een toppenroute heet, dan mag je dit ook wel verwachten. Hè? Kijk eens hoe mooi. Kale Jacob. Nog eentje dan. Prachtig. Dan gaan we weer naar beneden. Ja. En na zo'n mooie top gaan we natuurlijk weer naar beneden. Wel mooi, ik heb een foto gemaakt. Die zal ik nog even erin plaatsen. Dat je kan zien wat je allemaal kan zien. Ja. Er zat iemand op het uitkijkpunt en die wilde ik toch een beetje rust geven. Zonder zo'n blije volkert. En die vogels, hè. Ja, je hoort het nou niet door die schreeuw lelijker daar. Maar het is echt lente, hè. Het is echt een mooi, prachtig, stil bos ook verder. Blijf dit ook altijd wel een mooi bos vinden. Dit is wel eentje in de top, denk ik, ja. Hè, voor ons. Ja, toproute, top. Nee, maar ik bedoel het bos zelf. Hier komen we altijd wel graag al. Ja. Omdat het gewoon mooi is. Mooi qua afwisseling. En, Nou, naar 74. Oh, daar is weer een bordje. Naar links. Zo'n gevoel had ik ook wel dat we nu langzaam een beetje af gaan buigen weer. Dat we toch weer aan de andere kant ook nog een stuk bos doen, denk ik. Kijk jongens, daar staat het. Nou, maar dus zo. Goed aangegeven hoor, fijn met die knooppunten ook. Weet je ook een beetje waar je zit? Normaal weet je niet waar je zit op een kaart. Huh? Vorige keer hadden we dat ook, dan zat jij een beetje in te schatten. Ja. Nu weet je het gewoon door die knooppunten. Dus very handy. Hondenloslopenroutes. Oh jongens. En meiden en heren en peren en alles. Als je hier met de hond loopt, hij mag vanaf hier los. Gemarkeerde ook. 3 kilometer, dat is leuk. Hé, is gemarkeerde route. Dus mocht je met je hond los willen wandelen, kan je hier zelfs een 3 kilometer route doen. Ja. En daar is weer een bord. Even om de blubber heen. En we gaan rechtdoor. R74. Niet 47, 74. Kijk, allemaal die mooie lanen. Alle kanten kan je op. Ik denk overigens dat dit niet echt een bos is om wild te spotten, mocht je dat willen. Mocht je dat willen? Ah, grappig. Het is er wel. Ja, het zal er vast zijn, maar ik denk dat dit net weer iets te druk is overdag.
Ja. Misschien 's ochtends aan het begin van de schemer. Maar omdat hier ook heel veel MTB-routes doorheen lopen, denk ik niet dat de kans groot is dat je wat ziet. Behalve een wilde hoop. Je kan in het wild spotten, jongens. Wel veel vogels. Ja, echt heel veel vogels. Echt lente. Zie je dat? Nee, hè? We gaan weer naar beneden. Want het is de toppenroute. Heuveltje, heuveltje, heuveltje. En daarna weer omhoog. Of moeten we naar rechts? Rechts. Oh. Jee. Ja, maar we gaan weer naar beneden. Ik denk dat we straks... Ja, gaan we weer omhoog. Kijk, hier zie je ook allemaal over de los. Hier moeten ze dan weer aan de lijn. Daar ook. Maar hier dan weer niet waarschijnlijk. Dit stuk niet. Oh, wauw. Wauw, jongens. Dat is altijd mooi. Dit is echt... Die bomen ook. En iemand mij zeggen wat voor soort dat nou is. Het lijkt een beetje conifeer, hè? Ja, struiken. Maar zo mooi in zo'n stuk. Oeh, schaduw ook wel even lekker. Dat is mooi van een dennenbos. Die zijn altijd donker. Heel dik. Hoog. Prachtig. Ik ben net te laat, maar... Oh, gaaf. Sorry jongens, ik was afgeleid. En heren, en meiden, en alles. Allemaal. We gaan een mooi paardje in. Jeetje. Wat ik dus wilde zeggen, ik was net te laat. Hoop was weer een zeehond. Die geluiden maakten er ook echt bij. Zo. Het was eigenlijk wel grappig geweest om erop te zetten. Maar ik was net te laat. Helaas. Oh, wauw. Fairy tale. Ja, en ook je voelt dat de ondergrond, dat voelen jullie natuurlijk niet, maar ik wel. Heel zacht. En dat die heel zacht is. Alsof we in een sprookjesbos nu lopen. Hoop aan je mond. Ja, we zijn allemaal weg nu. Ja. Maar, zien we... Nee, ik zie alleen hoopspootjes. Zie je een hoop sporen? Ja, van hoop. Herman heeft zijn lol wandelbroek aan. Kijk dan, mooi. Mooi. Kijk dan, jongens. Prachtig. Hey, dan gaan we weer naar links. Dat was echt een rondje van de zaak. Oh, maar we gaan wel echt... Waar we vanaf gingen. Ja, maar wel echt van die mooie paardjes in. Even willen laten zien hoe mooi dit is. Ja, maar dit is ook echt mooi. Dus dat is mooi dat ze dat toevoegen. Kijk dan, joh, smal ook. Oeh, avontuurlijk, jongens. Follow the leader, 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 follow the leader. Ja, het echt ziet er ook heel zacht uit. Huh? Zachte conifeertjes. Wauw. Daar ben ik wel even impressed van hoor, jongens. En meiden. En heren en dames en appels en peren. Gaan we gewoon elke keer zeggen. Ik kreeg een commentaar van mijn moeder. Mam, als je kijkt, ik zal erop letten. Oh, en hier mogen ze weer los. Hé, hey, hier mogen ze weer los. Dat is wel grappig, jongens. Echt gewoon een klein rondje zo eromheen zo. Maar wel de moeite waard. Echt heel mooi. Dat is wel leuk. Ja, die snap ik wel. Wat het gave van de lente is, dat je alles uitziet gaan lopen. Ja. Kijk, zie je die boom? Ik film wel tegen de zon in. Maar je ziet alles beginnen te groeien, hier zo ook. Echt zo mooi is dat om te zien. Alles groen komt weer tevoorschijn. Ja, is gaaf, hè? Ja. Dan zie je het bos weer een soort van uit zijn winterslaap komen en opleven, vind ik altijd een beetje. Mooi. Ja, het mooi seizoen, lente. Lente en de herfst. Ook super gaaf, hè? Ik weet niet of je het nog kan zien. Ik ben waarschijnlijk weer net te laat. Maar paardrijden hier is toch ook wel super vet. Ja, draf is dat dan. Ja, volgens mij ook. Ja, galop is echt, dan ga je hard. Ik hoop die had zoiets van, hé, wat zie ik voorbij hobbelen. Ja. Maar wij gaan naar rechts. Prachtig, dit is dan weer zo'n soort valleitje. Ja, hoop, een paard is de andere kant op. Wat is een blauwe briefje? Even kijken. Oh, dit is ook echt paarden. Paasdag is daar ernstig gehinderd in verband met de paasloop. Paasloop. Nou, weten jullie dat? Niet hier komen tweede paasdag. Dan zijn ze hier aan het rennen. Ja, dit is ook echt de paardenpad. Het is de paardenpad, ja. Dan snap ik dat ze hier lekker aan het rennen was. Ja. Wij hebben ook kleine Shetland pony. In de gaten. Zien jullie dat? Dat je iets ziet? In dit geval een hele mooie paddenstoel. Die doet je denken aan een pannenkoek of een gevulde koek.
Dat is niet goed. Dan is het tijd om snackie te pakken. Ik heb een banaan nog bij. Ik heb net een mueslireepje op. Dus ik ga even lekker een banaantje eten. Zit er niet in de, in de woestijn waar we dan denken van... Nee, en sowieso. Als je denkt dat die paddenstoelen als gevulde koeks maken, ik zou het niet proberen. Dat ga ik ook mee. Ja, of je gaat hartstikke dood. Yo, daar zijn we weer. Ik zit in het gat van mijn mouw. Leuk hè, die ritsen. Die ritsen zijn leuk met open gaten, maar dan moet je niet je arm doorheen. Simuleer. Je moet lekker jas aantrekken zo. Nou, ik moest even filmen, want we gaan hier nu gaan naar links. We zijn bij het volgende punt. Het is een mooi open stukje. Oh, mooi open stukje. Nou, is wel mooi dit. Oh, dat is een mooi open stukje. Nou, waar moet ik nou vies maken? Dat heb je ook zo vies. Ja, ik zie je rood lopen zo. Dus met de Groot Beker Markenrotte kwamen ook zo hier langs, volgens mij. Als ik het nog weet. Mooi open stukje. Opie, dan mag je niet lopen. Oh, hou eens vast, dan komt een paard. Was jij een paard? Ja. Kijk, we lopen echt door een prachtige laan. Volgens mij doe je deze ook met de 7,5 Groot Beker Markenrotte. Want ik kom mij bekend voor, die al een keertje gelopen namelijk. Maar het is echt prachtig. Ik denk dat we onze laatste top hebben in zand. Zandpad. Dat is even iets minder. Let's go! Het is allemaal omhoog lopen, maar het is wel prachtig hoor. Kijk dan. Prachtig. En ik ga maar gauw even door, want hun verdwijnen gewoon. Wacht op mij! Yes, hey! You made it! Top 6! De keur voor Steuvel, ja dat weet ik niet. Is het niet verder omhoog? Als je de top hebt, moet je daarna naar beneden. Het gaat verder omhoog. Nee, je moet je overstappen op een andere klomp. Overstappen? Even mijn klompen weer. Ja. Dat is het overstapmoment, ken je niet? Dat zijn ze versleten, waarom is dat? Dan kan je niet meer, ik weet ook niet hoeveel die klompen paden zijn. Aangezien wij ze niet mogen lopen met hoop. Ben je met flauw. Je voet door het hout heen? Moet je een nieuwe klomp aan. Nou, ze altijd fijn dat ze dat even zetten. Ja. Dan weet je dat. De klomp van de overstappenroute. We zitten weer op een knooppuntje. Alleen Ermen zegt 12. Huh. Daar hou ik nooit zo van. We zijn verder dan ik dacht, joh. Zie je nou wel? Ja, ja. Ik dacht dat we daar pas waren. Dan zijn we de weg over gegaan. Dat kan niet. Nee, dat, oh, nee, dat moeten we nog. Dus, dan gaan we bijna. R22. Ah. Maar ik dacht, hebben we die gemist dan? We hebben toch hebben 76 wel gehad. Stond dat niet net bij het bordje? Hey, ik zie mezelf in je bril. Hoi! Zie je dat op de film? Nee, het bordje was geen 76. Nee, stond er niks op. Nou, die kant op. Ja, in ieder geval 12. Nou ja, we hebben toch gehad, want er staat 76 die kant op. Dus, ja, zie je nou wel. Ja. Nou, we gaan die kant op. Naar rechts. Hopie, kom. Ga je nog meis? Ja. Zullen we wat rustiger doen, hè, poepert? Anders heb je... spierpijn straks. De pootjes, dat kan niet, hè? Kijk, dan komen we weer door zo'n soort dennenbosje. Grappig. Ermelen praat in zichzelf. Oeh, het ruikt lekker. Ja, hè? Ruikt echt naar dennennaalden. Enige kleine minpuntje van deze wandeling, en dat is zeg maar klein. Is dat je twee keer de weg over moet. Daar zie je weer de weg. Een kniesoor die daarop legt. Nou. Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik weet niet waar je die vandaan schudden. Uitschudden. Maar dat is inderdaad heel erg zeuren. Als je dat erg vindt. Maar als ik dan een minpuntje moet noemen, dan is het dat. Zo. Die is aardig ontworteld. Jeetje. Oh, zo. Uitkijken. Baggeren. Hier, nog eentje. Maar die hebben ze maar afgezaagd, want die lag dus hier over het pad. Jeetje. Flink omgewaaid. Een van de stormpies die we hebben gehad dit jaar of vorig jaar. Dat is wel leuk. We zeggen net tegen elkaar dat je hier in twee soorten bos loopt. Ja. En we lopen nu in Bergerbos. Dus waar we een andere wandeling bij het Peeske stonden, bij het restaurant. En daarnet was Bekermark. Bekermark. Kijk, dit is ook mooi hoor. Mooi bosje hoor. Ja, toch. Hé, hey, we hadden toch maar 6 stoppen. Ik voel me genaaid. Het is weer klimmen, jongens. Waren we wel bij 1 begonnen? Ja,
Dat zijn dus de zes toppen van de toppenroute. Maar ik wil niet zeggen dat dat de enige toppen zijn, natuurlijk. Ja, dan mag ik daar niet in de route zitten. Nee. Nou ja, laatste kilometertjes. Hey, jongens. Top 7. De 6. Heb ik nou niet goed gelezen? Nou, dat verklaart het wel. Ga jij eens naar de tekst? Oh. Nee. Oh. Oké. Okay. Ja, dan is die gelijk weer weg. Even wachten nog. Niets meer. Ja, 6, 7 toppen. Nou, dus niet jongens. Je doet er 7. Ja, ja, hier, kijk. Nou, zie je, we hebben geen 1. We hebben top 1 niet. Je hebt maar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daarom hebben we het maar 6. Oh, dus we hadden er net nog 5. Dus we hebben er nu 6. Dus we zijn niet bij 1 begonnen. Dus maar waar is 1 dan? Ja, die ligt niet op onze route. Oh, die is van de andere. Je hebt meerdere etappes voor het geval je het nu even niet snapt. Je hebt volgens mij 3 etappes hier van de toppenroute en dit vonden wij de mooiste. Ah, nou snap ik hem. Dan klopt deze heuvel. Niet groot. Die zit niet in onze route. Nee, die zit niet in onze route. Nou, dan heb ik niks gezegd. Dan hebben we inderdaad 2 tot en met 7. Dus dat zijn er 6. Ja. Dus dit was wel de laatste top. Ja. Nou hebben we tijdens deze wandeling al een paar keer dit soort dingetjes, soort sprengenachtig, wallen, ik weet niet wat het is. Mocht je hier vandaan komen, boswachter zijn, whatever, plaat het even in de comments, dat je me uit kan leggen. Misschien staat het ook in de tekst en heb ik er wederom overheen gelezen. Oh, nou moet je even opletten. Nou, we hoeven niet 4, dus we moeten 2 volgen. We moeten naar 2, toch? Waar zie jij 4? Hier. Oh ja. Nee, we moeten naar 2 inderdaad. Ja. 1, 3, 2 was het, zei ja, je. Ja, klopt. Dus. 1, 3, 2, 1. Ja. Ja, jullie zullen nu denken, wat lul je. 1, 3, 2. Kijk, hier staat dat. Ja, oeh, kijk, en hier. Cornwallvogel. Nee, even een... wachten, Erwin. Oeh, zo. Er vliegt daar een mega. Zien jullie het? Ja, die is wel groot. Ik kan een hoopje ik denk dat ik dit wel... Nou, doe eens even normaal. Ja. Ik denk dat ik deze wel kan omcirkelen. Dat was even mooi. Sorry, ik was even afgeleid. 1, 3, 2, 1. Dat zijn de... Kan je het zien? Knooppunten. Dus we zitten het is eigenlijk wel verwarrend, want dit zijn ook knooppunten. Ja. Maar goed. We moeten rechtdoor. Hey, als je dacht in het kerstdomein... Of in het kerstdomein, in het kroondomein. Dat was wel kerstdag. Ja. Hier heb je ze ook. Dichterbij. Ik hoor hem weer. Komt hij nou weer terug? Zie, hij komt voor hoop. Erwin, ren. Kom. Wegwezen. Hij komt hoopje halen. Dat is wel een grote. Hebben jullie de Pieterse vogelgis al aangeschaft? Zo ja? Pieuw, pieuw, zoek het op. Welke vogel is dit? Dit is echt bedrog, hè? Ja. Het lijkt kaarsrecht. Maar we lopen echt naar beneden gewoon. Naar beneden, ja. Ja, we zaten net ook op een top. Ondertop, hé, hey, er staat hier ook nog iets. Wat is dit, jongens? Even kijken. Spannend. IJzerkruiken, de ijzerkuilen. Middeleeuwse, oh, hier werd ijzer gewonnen. Oh. Dat is het dus. Gaaf. Natuurmonument. Hier werd ijzer gewonnen. Ja, gaaf. Oh. Bedankt Natuurmonumenten voor het infopuntje. Dat was altijd leuk om te zien. Ja, hoop. Ik weet ook niet waarom ze dit hebben gemaakt. Meneer Wagenhoek. Ja, voor de wilde dieren. Niet voor jou ook. Ja, nooit geweten. Even een kleine correctie. De pieuw-pieuw vogel was maar een kleintje. Maar we zagen ook nog een hele grote. Die zat volgens mij achter een kleintje aan, waardoor dat kleintje dus een alarmgeluid maakte. Voor de vogelaars onder ons. Wat is Piu Piu? En die grote weten we niet, want die maakte geen geluid. Maar hij was wel heel groot. Heel veel grote spanwijten. Ik weet dan echt niet wat het is. Of het nou een havik of een buizerd of geen idee. Nee, hier zijn geen paaltjes. Nou, maar rechtdoor, ja. Zijn ook niet echt... Ja, dit is wel een echt pad, maar dit niet echt. Ja, dit kan je niet zien, hè, want hij zit in een boom. Maar er zit daar maar een grote vogel. Dat is hem volgens mij. Die dat zou best kunnen. Ik zie je echt iets in je ooghoek en je ziet het echt niet, want het zijn zoveel bomen. Ja, maar hij is ergens geland, ik zie hem niet meer.
Daar gaat hij. Nou, dat gaan jullie niet zien, denk ik. Man, die is groot. Ja, die is groot, ja. Kijk hem gaan. Ja, jullie zien het niet. Oh, wat jammer. Ja. Te veel boompjes, dat kunnen jullie niet zien. Sorry. Ah, nog één. Of is dat hem nog? Dat is hem nog. Wauw. Echt een mega grote, jongens. Ja. Echt heel gaaf. Kijk, weer een prachtig bospad. Als je denkt, waar is Hoop uit het beeld? Ze lopen even achter me. Er zijn heel veel plassen en Hoop blijft drinken. Zo, gaan we zo snel naar beneden? Oh. Nou, dat zien jullie natuurlijk echt weer gewoon niet op beeld. Maar het loopt best wel snel naar beneden en weer omhoog. Oh, zo grappig die toppenroute. We gaan berg af. Oh, Hoop heeft praatjes. Laatste kilometer, even de versnelling erin. Dat is wel grappig. Dit is het eerste stukje waar maar één paaltje stond, alleen de toppenroute. Je ziet echt overal pijltjes. We lopen hier nog langs een mooie vijver op het eind. Oh, gaan we even kijken. Oplettende Erwin. Ja, ik zie dat zo. Hoor die vogeltjes, jongens. Zo mooi. Wat is dit? Oh, Hoopie. Een drinkplaats voor dieren. Ja, oh. Nou, dat had ik ook kunnen verzinnen. Wauw. Ja. Door reeën en bosvogels als drinkplaats. En kikkers. Cool. Hoor je nou niet? Het is best wel helder ook. Mooi hoor. Dat is wel een mooi plekje zo, ja. Dus als je hier gaat zitten... Alsjeblieft niet uw hond erin te laten. Nee. Je moet wel schoon houden. Ook met kikkers natuurlijk. Als je hier gaat zitten, s'avonds denk ik dat je wel wat spot, denk je niet? Ja, hier staan we met bosschap te stoppen. De camera. Ja, of camera plaatsen. Hier zou ze een wildcamera moeten zetten. Mooie dingetjes. Sowieso, wat een mooi stukje hier. Heel groen ineens. Dit is echt zo'n plekje waar je inderdaad... ja, zie, mogen we ook niet komen. Nee, hier gaan echt wel... Hier staat echt wel wild, ja. Ja, hier heb je al een torentje. Oh, een uitkijktorentje ook nog over... een open plek, ja. Maken. Nou, is dat even mooi. We zijn bijna bij de parkeerplaats. En dit is van Vitens. En ze hebben gewoon een paal daar. Dus als je flesje op het eind van de wandeling leeg is, kun je hem even bijvullen, Erwin. Leuk. Parkeerplaats. Yeah. Made it. We hebben hem gered. En Marloes zegt 12,4, nog meer. Nou, ja, niks 11. Nee. 11,6, 11,8 of 12, dat is heel verwarrend. Dat is een kilometer meer. Ja, dus we gaan even naar de auto en koffie drinken. Tot de volgende vlog, jongens. Doei. Doei.